Jezuïet zijn betekent voor mij vandaag een godservaring. Allereerst een godservaring. Doorheen de geestelijke oefeningen. En mensen bij die godservaring brengen. En dat diezelfde godservaring, dat is de andere kant, dat dat iets mag betekenen voor je leven. Dat dat je leven kan veranderen. Dat je dus keuzes mag maken vanuit die ervaring en kan maken vanuit die ervaring. Ik zou graag mensen daarbij willen helpen om die God zo te ontdekken doorheen de geestelijke oefening. En hen helpen om hun leven daardoor te veranderen, daarmee te veranderen.